hier bij mens. We zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Christenen, mogen die naam op ons blijven rusten. Amen. Menselijk en kwetsbaar staan christenen in de rij van leven en dood, maar ook van hoop en van zegen. Kom in die rij van het verbond dat God sloot met de geschiedenis van mensen, wordt ons vandaag gevraagd. Ons eigen doopsel, de vernieuwing van onze doopbelofte, zijn meer dan een toevallig gebeuren geweest. Wij geloven dat God ons elke dag opnieuw doopt met de dauw van zijn eeuwige liefde. Mogen uit deze gemeenschap van gedoopten een rij mensen opstaan die leven geeft zoals ze leven ontvangen uit Gods handen. Het kan een nieuw begin zijn. Vergevingsmoment. Heer, wij spreken gemakkelijk over goed zijn, maar ons doen valt vaak anders uit. Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst, maar al even vlug doen we anderen pijn en stappen daar veel te licht overheen. Daarom vragen wij u en elkaar, Heer, ontferm u over ons. Christus, de gebreken van anderen vergroten wij nogal gemakkelijk uit, maar als anderen iets negatiefs over ons zeggen, dan voelen we ons benadeeld. Daarom vragen wij u en elkaar, Christus, ontferm u over ons. Heer, gij zijt nederig in de rij komen staan om gedoopt te worden. Wij daarentegen staan graag op de eerste rij en dienstbaarheid is een mooi woord als het onze levenswijze maar niet ingrijpend beïnvloedt. Daarom vragen wij u, Heer, ontferm u over ons. God, gij hebt geduld met ons tekortschieten. Daarom willen wij werk maken van onze bekering tot een leven dat
christen zijn waardig is. Amen. Vrede zij u. Laten wij bidden. God onze Vader, met vele mensen zijn we samen onderweg. We zijn gedoopt in uw naam. Geef ons in deze viering een duwtje in de rug om goed staan te werken, zodat iedereen kan zien dat wij leven zoals het gedoopte betaamt. Mensen voor wie de liefde voor u en voor elkaar het allerbelangrijkste is. Amen. De lezing uit de handelingen van de apostelen. Toen begon Petrus te spreken. Hij zei: nu begrijp ik pas goed dat God alle mensen even belangrijk vindt. God houdt van iedereen die eerbied voor hem heeft en leeft volgens zijn wil. Het maakt niet uit bij welk volk je hoort. Dat goede nieuws heeft God aan de Joden bekendgemaakt. Hij stuurde Jezus Christus naar hen toe. En Jezus is de Heer van alle mensen. Jullie weten wat er overal in het Joodse land gebeurd is. Het begon in Galilea met Johannes de Doper. Die vertelde aan de mensen dat ze zich moesten laten dopen. Daarna liet God zien dat hij Jezus uit Nazareth gekozen had. God gaf hem de Heilige Geest en hij gaf hem kracht. Jezus reisde door het land. Hij deed overal goede dingen en alle mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen. Jezus kon al die dingen doen omdat God hem hielp. Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei: na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus naar Johannes toe. Jezus kwam uit Nazareth, een plaats in Galilea. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Zodra Jezus weer uit het water kwam, zag hij dat de hemel open ging. Uit de hemel kwam de Geest naar Jezus toe. Hij kwam naar beneden als een duif. En Gods stem klonk uit de hemel: jij alleen bent mijn zoon. Mijn liefde voor jou is groot. Tot zover de woorden uit deze blijde boodschap. Woorden die wegen wijzen. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel. Soms maken we eens iets mee waarvan we denken: als ik het thuis vertel, weten ze niet waarover ik het heb. We staan op een bepaald moment zo open voor de werkelijkheid dat we dingen zien
die nauwelijks onder woorden te brengen zijn. Het is niet zozeer dat wat ons overkomt zo buitengewoon is. Het is eerder onuitsprekelijk dat iets gewoons zo nieuw kan zijn. Een hemel die opengaat is een uitdrukking die we ook nog wel kennen. We zeggen zoiets als we een verrukkelijk moment beleven. Een topervaring hebben, heet dat tegenwoordig. Maar die open hemel uit het evangelie volgens Lucas wil nu juist zeggen dat het totaal anders was. Juist de ervaring dat er een liefde verschijnt die zijn verrukking van het begin nooit verliest, die zich nooit laat kleineren door het slijtageproces van het alledaagse, dat is pas sterk. Het kan niet anders zijn dan dat het nieuwe begin van God in Jezus van Nazareth volkomen ontwapenend is, sympathiek om echt van te houden. Niet voor niets zegt de stem: jij alleen bent mijn zoon, mijn liefde voor jou is groot. Mijn geest stort ik over hem uit. Hij roept niet, hij schreeuwt niet. Het geknakte riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit zal hij niet doven. In waarheid zal hij gerechtigheid laten stralen. Dat is het sterkere waarop Johannes doelt. Dat een mens ook op die manier sterk kan zijn, in mededogen, in ontzien van wat kwijnt, in het behoeden van wat kwetsbaar is, sterk in het hoogachten van het onaanzienlijke. Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde, is een opdracht voor het hele leven, een leven lang. Het begint bij de dood. We zijn tot vrijheid gedoopt. Herinneren we ons waartoe we geroepen zijn? Vrije mensen, geestvrije mensen, bereid tot het werkelijk goede. Jezus wordt gedoopt niet met water alleen, maar met de Heilige Geest. God doopt Jezus met geestkracht, met zijn goddelijke energie en leven. Jij bent mijn zoon, mijn veelgeliefde. En in de kracht van die aanstelling gaat Jezus zelf ook dopen met de Heilige Geest. Precies dat is de opdracht die wij eveneens kunnen horen. Gedoopt als we zijn met de Heilige Geest, mogen we elkaar dopen in geestkracht. Mensen zullen elkaar de geest van God aanreiken. Keuzes maken voor het goede. En wat is dat? Dat is tegen elkaar zeggen: jij hoort erbij. Jij hoort bij mij. Wij zijn geroepen om in te sluiten en niet om uit te sluiten. We zijn geroepen om geestkracht door te geven. Ook aan gastarbeiders, jazeker. Ook aan ongehuwd samenwonenden, jazeker. Ook aan andersdenkenden, aan anders geaarden,
Jazeker. Een opdracht voor een heel leven lang. De doop stelt niets voor als hij geen vervolg kent. Wanneer wij elkaar niet dopen met de Heilige Geest, dan wordt het doopsel met water een krachteloos en hol ritueel. Dopen is zeggen, ik wil dat jij en jij en jij een mens wordt, helemaal naar Gods hart en naar Gods bedoeling. Evangelie is kiezen voor mensen. Mogen het zo in ons groeien. Voorbeden op het feest van de doop van Jezus, onze Heer, bidden wij voor de kerk van Christus hier op aarde, dat zij de keuzes die hij heeft gemaakt blijft volgen, door het geknakte riet niet te breken, maar een boodschap van bevrijding en liefde te brengen aan alle mensen. Laten wij bidden. Voor deze geloofsgemeenschap, dat zij Jezus' voorbeeld mag blijven volgen door te leven geïnspireerd door zijn geest, waarbij we de zwakte niet in de kou laten staan, maar hem liefdevol helpen, zodat er recht en vrede komt in deze wereld. Laten we bidden. Voor allen die gedoopt zijn in Jezus' naam, dat hun geloof herkenbaar mag zijn in het delen met elkaar, in hun keuze voor de kansarmen, in hun naaste liefde. Laten wij bidden. Bidden we voor alle mensen die in hun leven worstelen met ziekte, pijn, verdriet, onbegrip of onrecht dat hen wordt aangedaan, dat zij mensen ontmoeten die, zoals Jezus, met heel veel eerbied naar hen luisteren en hun pijn en onmacht meedragen. Bidden we om Gods geest dat wij zulke mensen mogen zijn. Laten wij bidden. U bent de gezegende God van al het geschapene. Door uw goedheid offeren wij u dit brood, door mensenhanden bereid uit de graankorrel. Neem het van ons aan en maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één, zo deelt gij in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. U bent de gezegende God van al het geschapene, door uw goedheid offeren wij u deze wijn,
door mensenhanden bereid uit de wijnstok. Neem het van ons aan en maak het voor ons tot een geestelijke drank. Kom heiligmaker, barmhartige en eeuwige God, en zegen dit offer dat voor uw heilige naam is bereid. Bid, broeders en zusters, een moment in stilte dat ons offer aanvaard zal worden door God, de Almachtige Vader. Goede God, met deze gave gedenken wij uw uitverkoren zoon. Als brood gebroken en als wijn gedeeld, is hij teken van uw menslievendheid. Geef dat wij als gedoopte mensen mogen groeien naar zijn beeld en gelijkenis. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. De Heer wil onder ons verblijven. Openen wij daartoe ons hart en brengen wij hem onze dank. God, onze Heer en Vader, wij zijn hier bijeen om u te danken, te loven en te prijzen. Bij u begint het leven en de liefde. Alles wat wij hebben, hebt gij ons geschonken. Gij kent ons, gij houdt van ons. Gij zijt de schepper. Gij zijt het begin en het einde van alles. Uw zoon is mens geworden. Hij heeft ons geleerd wie gij zijt. Samen met Jezus Christus en met elkaar zijn wij hier om tot u te bidden. Wij danken u voor heel de aarde, voor de bergen en de bomen, voor de zon en de zee, voor alles wat er groeit en bloeit, voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal. Alle mensen zijn op weg naar u, naar uw geluk en vrede voor altijd. En daarom bidden wij samen: Heilig, heilig, heilig de Heer.
Gij die ons de aarde geeft om te bewonen, gij weet dat we tekortschieten in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. Toch roept gij ons op om recht te doen en goed te zijn. Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn, kinderen, armen, misdeelden en hongerige mensen, vluchtelingen, zieken en stervenden, voor mensen zonder toekomst en voor allen die groot lijden moeten dragen. Niet voor de dood, maar voor het leven hebt gij ons gemaakt. Zend ons uw geest. Geef ons de kracht om beter mens te worden. Dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten. Uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen. Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven opdat uw rijk komen. Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht, die brood en wijn voor ons geworden is, voedsel en vreugde. Vergeving van zonde. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties. En om de grote noden in de wereld aan God toe te vertrouwen. En om zijn nabijzijn te mogen ervaren. Adem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat ze voor ons worden het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, op wiens woord wij dit vieren. Die in de nacht van zijn lijden en dood brood genomen heeft, het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden: neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving. Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. Van uw goedheid onder ons blijven verder leven. Mogen uw leven en dood ons helpen ook onszelf te geven en nooit moedeloos te worden. Mogen wij allen eens opgenomen worden in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde. Gij hebt het immers gezegd, Heer, en wij geloven u dat gij ons nooit verlaat. Laat ons toe tot de gemeenschap van de heiligen, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en de heilige pastoor van Ars,
patroon van onze kerk in het heiland. En met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Door Christus, met Christus en in Christus bieden wij u dit dankoffer aan in de gemeenschap van uw kerk, zoals gij het hebt gewild, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgehouden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Gij, Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt, leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen. Dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten en hem proberen te zien met uw ogen. Als gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar, zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Amen. Christenen worden elke dag opnieuw uitgenodigd om in de Jordaan te stappen, om zich onder te dompelen in het water en om zo gereinigd van zonden en kwaad opnieuw te beginnen. Enkel en alleen als we ons reinigen, zijn we in staat vrede uit te dragen naar de mensen om ons heen en mogen de vrede van de Heer altijd met u zijn. En laten we elkaar een teken van die vrede geven. En breken wij het brood voor elkaar. Wij breken om te geven van onze overvloed, onze tijd, onze aandacht, onze liefde voor de ander. Wij geven om te delen en delen om samen te leven. Laatste maal met zijn leerlingen aan tafel gaf Jezus te kennen dat het Gods liefde was die hem bezielde. Hij brak het brood en deelde daarin zichzelf. Opnieuw ligt dit brood voor ons. Mogen ook wij in ons leven kiezen voor de liefde. Dan mogen wij delen in zijn droom. En zie hier het gebroken brood, het lam Gods dat de liefdeloosheid uit de wereld wegneemt. Heer, ik ben waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. En mag ik u allen uitnodigen deel te nemen aan de maaltijd van de Heer.
Ook u die met ons meeviert via de media, kunt op geestelijke wijze de heilige communie ontvangen. Open daartoe uw hart en verlang naar zijn komst. Bezinning. Gedoopt zijn is bevrijding mogen ervaren. De toekomst krijgt kansen in je. De kracht van het goede haalt het. Gedoopt zijn is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods geest in jezelf en in anderen. Gedoopt zijn is een voortdurende uitnodiging en opdracht tot solidariteit met medemensen, tot delen van je tijd, aandacht om je talenten in te zetten voor Gods droom. Gedoopt blijf je heel je leven. Het is een contract tussen jou en de Geest van God. Wat een geluk, wat een dynamiek. Vrede zij u, laten wij tot slot bidden. God onze Vader, met woorden van leven hebt gij ons gevoed. Wij bidden u, zegen ons met geestkracht en vertrouwen, opdat wij uw levenwekkend woord ter harte nemen. Het met ons meedragen en ten uitvoer brengen, dat vragen wij u door Jezus, uw uitverkorene, tot in eeuwigheid. Amen.
zending en zegen. We kregen vandaag de opdracht mee om door onze manier van leven aan het Koninkrijk Gods uw gezicht te geven. Laat ons dat proberen, zodat God, onze Vader, ook tot ons zal kunnen zeggen: jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, in wie ik vreugde vind. Laat ons daartoe van hier weggaan, vergezeld van Gods zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En brengen wij tot slot een groet aan Maria. Het offer is volbracht en ik wens u een liefdevolle week toe.